Hoofdstuk 6, les 1, tactiek met de aftrekaanval. Nieuw hoofdstuk en eigenlijk ook een nieuw niveau. ILO-rating, vorig hoofdstuk reeds over gehad, dat is een maat voor spelsterkte en verhoudingsgetal, loopt van 1000 tot ongeveer 3000. Hoe dat wordt berekend is niet zo interessant, houd er maar op. Het werkt zo, als je begint als speler van 1000 en je wint voor iemand van 2000, ga je er een punt meer op vooruit dan als je wint voor iemand van 1400. En heb je 1800 en je speelt remise, dus gelijk tegen de mindere tegenstander, iemand van 1600, dan ga je er een punt op achteruit. En daarentegen speel je remise, dus gelijk tegen de sterkere tegenstander, iemand van 2200, dan ga je er een punt op vooruit. Een verhoudingsgetal. Beginnende clubspeler hebben we reeds behandeld, hoofdstuk 1 tot en met 5. Dat is dit, met de spelregels, tactiek met de basiscombinaties, dubbele aanval, penning en uitschakelen verdediging, opening met de openingsregels, eindspel met simpele matvoering en koning tegen pion en wat algemene dingen. Clubspelerniveau, dat is dit, tactiek. Koningsaanval, belangrijk, want de koning is het doel. Meer opening en meer eindspel. Dan zitten we hier met de gevorderde clubspeler. Dat is hoofdstuk 10 tot en met 12 hebben we nog. Met de voorbereidende zet. Dit wordt wel lastig. In de stappenmethode noemen we dit stap 4. Met de voorbereidende zet. Middenspel met kenmerken en eindspel met onder andere de stelling van Lucena. Zover zijn we niet. Verhoudingsgetal, speelsterkte. Vergevorderde clubspeler, die hebben we op de club. Het eerste achttal, al jaren. En daarboven, dan wordt het spaarzaam. Iemand van 1800 plus. Dan gaan we richting de KNSB, dat is de Nationale Bond. Hoger nog, de kandidaatmeester. En de meester, de internationale meester en de FIDE-meester. En er zijn ook speciale titels voor vrouwen. Je kunt dat aanvragen, er zijn een aantal eisen aan verbonden. Criteria voor de grootmeester zijn nog wat scherper. Houd hem erop als je 10 partijen speelt en je haalt 50% plus, dan ben je een grootmeester. En de top 100 ter wereld, 4D top 100 spelen, dat is 26 tot 2800 ongeveer. Dan praten we over de Aronians en over de Kramniks en over de Shirovs. En er is een enkeling die daar bovenuit stijgt, Kasparov en meneer Carlsen uit Noorwegen. Deze man, ongelooflijk sterk. We gaan terug naar dit niveau, clubspeler. We gaan naar de aftrekaanval. Aftrekaanval, dat is een combinatievorm, een dubbele aanval, waarbij twee stukken betrokken zijn. Het kopstuk en het staartstuk, dat noemen we ook wel een batterij. We gaan eerst even terug naar hoofdstuk 2 met het dubbele aanval. Meest simpel is dit, dubbele aanval dame, twee doelen aanvallen, koning, plus hout. Hier wint wit de toren. Dubbele aanval dame. Iets dergelijks is het paardvork. Dit, het paardvork. Paard valt de koning aan. Koning en dame is dame van het bord. Koning plus hout en paardvork. Eén stuk valt twee doelen tegelijk aan. Koning plus hout. Aftrekaanval is ook een dubbele aanval, alleen zit daar een verschilletje tussen. Dit. Ja, deze stelling, hier is weinig aan de hand. Dit paard staat gepend, want dit paard kan niet spelen. Want de toren, pakt de toren. Deze toren staat ongedekt. Dit paard staat gepend. Niet zoveel aan de hand. Zwart staat een stuk achter, maar het paard kan niet spelen. Ten koste van de toren. Maar nu brengen we een kleine wijziging aan. En die is dramatisch. De koning staat op een ander veldje. Stond hier. Stond hier, staat nu hier. En nu heeft dit paard een doel. Dat kan met tempo worden weggespeeld. Dit heet een aftrekaanval. Dit paard valt de koning aan. Schaak moet worden opgegeven. En ondertussen valt deze toren de toren aan. Dit heet een aftrekaanval. Dus nogmaals. Twee stukken bij betrokken. Een kopstuk en een staartstuk. En hier is het paard, het kopstuk, valt aan, een doel, koning. En het staartstuk, dit valt aan, de toren, die deed koning plus hout. De combinatie koning plus hout, duidelijk. We gaan naar deze stelling, iets dergelijks.
ook koningsplus uit. Alleen moet je hier dus opletten. Want dit paard kan op twee manieren worden weggespeeld. Met schaak. Dit is schaak. En dit is schaak. De foute manier is dit. Want de dame heeft een verdediging. Dit is het staartstuk. De loper is het staartstuk. Altijd een lijnstuk. En lijnstukken zijn dame, toren en loper. Dit paard kan worden weggespeeld. Alleen moet het hier naartoe. En de dame heeft geen verdediging. Koning moet weg. Dit kost de dame. Met een aftrekaanval. Staartstuk, de loper en kopstuk, het paard. En dit heet ook koning plus hout. Paard valt koning aan en de loper valt hout aan. Dus een verschil tussen de dubbele aanval. Hier vallen twee stukken eigen één doel aan. Een eigen doel aan. Dit is een motief van hout plus hout. Net hadden we koning plus hout. Nou, zwart en zet hier. We zien hier. Lopen van paard dan. Kan worden teruggeslagen, maar ondertussen hebben we een staartstuk. Dat is dit stuk. De toren. Dit kost materiaal voor wit. Kopstuk is de loper. En staartstuk de toren. En dit heet hout plus hout. Dan deze stelling. Ja, net sloeg de loper het paard. Nu hebben we ook een aanval met hout plus hout. Alleen is dat met aanval. Zonder slaan. Dat zien we hier. Ja, ieder stuk kan als kopstuk fungeren. Staartstuk is altijd een lijnstuk. Dit is het lijnstuk. Aanval op de dame. Dit heet ook hout plus hout. Alleen wordt er nu niet geslagen, maar wordt er aangevallen. Op een sterk stuk. De toren. En hier is de loper het staartstuk en de pion het kopstuk. Dit heet ook hout plus hout. Hout plus veld. We gaan even terug hier naartoe. De theorie. Kop en staartstuk, dat noemen we een batterij. En de stukken duo met een kop en een staartstuk. Aanvalsdoel voor het kopstuk kan zijn koning, hout. Een hout is een ongestrekt stuk of een stuk van hogere waarde. En een veld. En aanvalsdoel voor het staartstuk zijn dezelfde. Altijd een lijnstuk. Koning komen we op terug in de volgende les. Ook het staartstuk kan als doel hebben hout plus veld. We gaan hier kijken naar veld. Staartstuk is de loper. Valt een toren aan, ongedekt. Maar ook al staat hij ongedekt, de toren is van hogere waarde dan de loper. Die kan deze toren, dat is het kopstuk, twee dingen doen. Kan een pion pakken. Dat levert een pion op. Slechts een pion, maar deze toren heeft een betere mogelijkheid. Hier valt de toren een veld aan. Want hier dreigt mat. Hier dreigt mat in één. Dus dit levert een volle toren op. Toren speelt E2. Dreigt mat. En de loper pakt de toren. Want de koning moet het schaak opheffen met een andere zet. Dit heet hout plus veld. En dan hebben we ook nog veld plus hout. Dus deze stelling. Ongeveer hetzelfde. Alleen hebben we nu het staartstuk, de toren. En het kopstuk, de loper. Loper kan dit spelen of dit spelen. Dan valt de toren aan. En de loper of de toren als staartstuk dreigt mat. Een vorm van veld plus hout. Dan nog deze stelling tenslotte. Komt veel voor. Dat zie je vaak niet aankomen. De moeilijkheid met de dubbele aanval ten opzichte van de aftrekaanval. De aftrekaanval is wat moeilijker te zien. Dan zie je wat moeilijker aankomen. Dit komt heel veel voor. Deze loper heeft een doel. Schaak. En ondertussen deze toren. Als staartstuk valt de dame. Komt heel veel voor. Opletten. Vooral opletten als je koning of je dame op een open lijn staat waar een toren staat. Levensgevaarlijk. De aftrekaanval. Volgende les, dan gaan we erop door. Dan hebben we het over aftrekschaak en dubbelschaak.